Hallo, mijn naam is Roel. Ik wil je vandaag gaan uitleggen hoe je je riem schoonmaakt. Riem van een fiets met een riem, aandrijving natuurlijk. Ik wil eigenlijk ook gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om alle leden van mijn kanaal te bedanken voor hun lidmaatschap en de ondersteuning die je daarmee aan ons geeft. Overweeg jij ook om lid te worden van ons kanaal? Kijk eventjes in de beschrijving van deze video hoe je lid kan worden. En ook zeg maar wat de voordelen zijn van een lidmaatschap. En ik heb eigenlijk ook meteen een vraag. Heb jij een fiets met een riemaandrijving zeg maar? En wist jij dat het belangrijk is om hem schoon te maken? En dat je daarmee de levensduur zeg maar, van je riem verlengt. En ook eventueel piepen en knarsen en dat soort dingen van je riem voor het belangrijkste deel voorkomt. Laat het allemaal maar weten eventjes onder in de comments van deze video. Ja, het schoonmaken van een riem, is eigenlijk de manier om voor de belangrijkste reden, zeg maar, voor het piepen en knarsen te voorkomen. Het kan ook zijn, zeg maar, dat het dan toch nog niet helemaal weg is en dan kun je de riem voorzien van beltspray. Daar hebben we al eerder een videootje van gemaakt. Maar dus piepen en knarsen wordt voor het belangrijkste deel voorkomen door schoon te maken. Maar met name ook de levensduur van de riem wordt heel erg verlengd door hem zo nu en dan eventjes schoon te maken. En dat wil ik graag eventjes uitleggen. Het is namelijk zo dat wanneer je zand en dat soort dingetjes aan je riem hebt zitten. De riem is zacht, die is van een zacht rubber. Dus het zand duwt zich bijna in het rubber. Wordt een beetje onderdeel van de riem. En bij het draaien heb je natuurlijk dat de tanden van de tandwiel en van de riem ten opzichte van elkaar bewegen. En als die dus ten opzichte van elkaar bewegen en daar zit zand tussen, dan krijg je dus slijtage. Eigenlijk is dat nog meer slijtage van de tandwielen, hè, omdat het zand dus in de riem zichzelf duwt en niet beweegt ten opzichte van de riem. Maar wel ten opzichte van het tandwiel slijten dus dan je tandwielen. En dat uiteindelijk leidt tot ook beschadigen van de riem. Dus op die manier gaat ook je riem minder lang mee als die vies is. Dus schoonmaken, schoonhouden is net als bij een ketting belangrijk. Het hoeft niet per se voor het juiste functioneren, maar het verlengt gewoon de riem. En het voorkomt dus piepen en knarsen. Daarom gaan we dat eventjes doen. Ik doe dat met een biologische, of nee, eigenlijk niet een biologisch afbreekbare, want die zijn er heel veel, maar een plantaardige bike cleaner. Dus geen agressieve middelen gebruiken op je riem. Hij is van rubber, hè, dus ga je met agressieve middelen aan de gang, heb je zomaar kans dat je om die manier de riem beschadigt. Dus gebruik iets wat plantaardig is, zodat je zeker weet dat je riem niet beschadigt. En ik gebruik een borstel met relatief harde haren. Die is in dit geval van Cyclon. Nou zijn er natuurlijk hartstikke veel borstels met harde haren te koop in de markt. Alleen hebben deze ook die rode rand zeg maar, die aan de zijkant zit, die is wat zachter. En dat is bewust gedaan, want je komt natuurlijk tegen je frame aan. En dan heb je zomaar kans dat je je frame gaat beschadigen. Dus het zijn borstels specifiek voor gebruik zeg maar, aan de fiets. Nou, ik zou in eerste instantie eigenlijk de riem, het ergste vel gewoon even los eraf borstelen voordat je een schoonmaakmiddel gaat gebruiken. Want daarmee haal je eigenlijk al de ergste loszittend vel en zand weg. Dus even afborstelen op deze manier. En als je dat helemaal rondom gedaan hebt, kan je ook even kijken of er nog vel op de tandwielen zit en dat soort dingen. Maak dat eventjes goed schoon. En daarna gaan we hem wat grondiger schoonmaken door gewoon de bike cleaner op de riem te sprayen. He, dat hoeft niet gelijk helemaal, maar laat dat even een klein beetje kort inwerken, zodat het vel wat vast zit nog losweekt. En dan gaan we opnieuw zeg maar, met de borstel eigenlijk dat helemaal mooi schoonmaken. Nou, ik zie al, het wordt helemaal een beetje bruinig, dus er zat nog steeds vel op. En wanneer je dan dit helemaal rondom gedaan hebt, dan moeten we natuurlijk de riem afspoelen. Want het feit dat het vel is losgeweekt, betekent nog niet dat het ook helemaal weg is. Je ziet ook aan mijn vingers dat er wat zwart overblijft. Ik voel ook eigenlijk dat er wat zandkorrel nog tussen zit. Dus zit er altijd aan. Even goed afspoelen met een straal gewoon schoon water. En dan vervolgens goed laten drogen. Dus dat afspoelen dat ga ik nou eventjes doen. En dan gaan we hem zo meteen laten drogen. En aan het eind van de rit doen we hem toch nog eventjes met belspray behandelen. Om er zeker van te zijn dat zeg maar, de riem maximaal goed beschermd is.
Nou, de fiets is afgespoten met water, dus al het schoonmaakmiddel met het opgeloste vel, zeg maar, dat is inmiddels van de fiets af. Je zag dat we dat buiten deden en dan denk je soms, ja, moeten die rommel allemaal de stoep in zakken. En dat is nou precies de reden dat wij dus gebruik maken van plantaardige middelen, zodat we daarmee het milieu niet belasten. Hij is nou mooi droog en dat betekent dat we hem kunnen behandelen met beltspray. Die beltspray is niet noodzakelijk. Hè? Beltspray zorgt ervoor dat je riem wat minder uitdroogt en dat hij daardoor, laten we zeggen, als gevolg van uitdroging kunnen verslijten, dus, en eventueel zou kunnen gaan piepen. En daarom behandelen we hem met beltspray. Maar doe je dat niet, dan laten we zeggen, gaat jouw riem wellicht iets minder lang mee, maar niet heel veel minder lang. Dus beltspray. Ik gebruik een grote bus, hè, 500 milliliter. Maar goed, voor de gemiddelde consument is 100 milliliter eigenlijk genoeg. En die heeft Cyclon ook. Dus daarmee kan je dat prima doen. Beltspray is niet ingewikkeld. Het is gewoon een spray. Dus dat betekent dat terwijl we de riem achteruit draaien en tegelijkertijd sprayen, dat daarmee de riem wordt behandeld. Hoeft niet te dik, hè, maar een klein laagje. Dat trekt, laten we zeggen, in de poriën van de riem. Maakt het oppervlak een fractie gladder, waardoor zeg maar, de riem minder snel zal tjoepen. Je moet het niet gebruiken als een smeermiddel om de riem heel dik in te spuiten. Dat is allemaal nergens voor nodig. Het gaat om een heel klein filmpje. Toen ik dat deed, zag je dat ik bewust deze kant op spuit. Ik wil natuurlijk niet dat welke vorm van smeermiddel ook maar op mijn schijven terechtkomt. Dus let daar eventjes op als je dat gebruikt, dat het niet op je schijven terechtkomt. En dat als je velgremmen hebt, dat mocht het op de velgen terechtkomen, dat je die even schoonmaakt. Maar liever hou er dan even een kartonnetje achter, zodat remdelen niet worden ingespreid met een smeermiddel. Goed, nou, ik heb je laten zien hoe je een riemaandrijving kunt reinigen. Hoe je dat ook op een milieuverantwoordelijke manier kan doen. En dat je op die manier, laten we zeggen, je riem langer laat meegaan. Want een vieze riem slijt gewoon sneller. Met name de tandwielen slijten dan ook sneller. Dus ik ben nieuwsgierig. Heb jij je riem wel eens schoongemaakt? En of ga je dat vanaf nu zo nu en dan doen? En zo ja, hoe ga je dat dan doen? Laat het dan maar weten onder in de comments van deze video. En nogmaals, waardeer jij onze video's? Overweeg dan eens om lid te worden van ons kanaal. Daarmee ondersteun je ons enorm. En daardoor wordt dat natuurlijk ook door ons heel erg gewaardeerd, die steun.